Deze week een vlog vol medianieuws. Eerst en vooral over Oscar and the Wolf. Een vriend van mij, hè, die had hier vroeger zo'n kist en zo. Die heeft zich dan geabonneerd op de vlog van Linde en dat was weg. Gewoon daardoor. Toch raar. En dan ook nog nieuws over de slimste mens ter wereld. Dus dat was 9 jaar geleden. Dit jaar doet er opnieuw iemand mee. Maar wie? Bij gebrek aan andere bekers heb ik vanmorgen een pintje koffie gezet. School. Is dat terug? Hoe was het? Goed. Ik heb uiteraard iets meegenomen voor mij. Omdat ik geen tijd had voor een cadeau. Ik dacht, oh, 50 Engelse euro, maar ze betalen daar in pond zeker. Ik moet straks nog gaan eten. Als je sowieso de korting wel op mijn kaart kunt zetten. Dat is het. Bedankt. Wat heb je allemaal bijgeleerd in uw 3 weken? Ik heb geleerd hoe je op een gepaste manier omgaat met de mensen. Ja? Dat is niet gelukt. Niet gelukt? Ik was er niet door. Ah, jee. Ik heb om u gedacht van, ik moet een cadeautje kopen voor als ze terugkomt. Maar nee, dat moet ook. Maar ik had geen tijd, dus ik heb gewoon 20 euro. En een bounty. Oké. Maar koop er gewoon iets mee wat je echt leuk vindt. Moet ik je dat laten weten wat ik ermee gekocht heb? Of niet? Of mag je dat gewoon? Oh, nee, het maakt niet uit. Die 20 euro. Waarom? Ik heb dat gekregen van Linda. Ja, maar dat is niet waar. Ze heeft eigenlijk gestolen. Totaal niet. Ik heb tussen geduwd. Heel mijn leven als ik gesandwiched tussen jullie. Kijk, vecht het uit. Ik heb vannacht gedroomd. Dat ik met Sander Gillies, de Catnet rapper, naar Graspop Metal Meeting ben gegaan. Die was dolverliefd op mij. En toen... bleek dat het geen droom was. Sander Gillies, ik heb zoveel met jou gemuild vannacht. Ja, ja. En, maar het was goed. Ja, op zich wel, ja. Ja? Ja? Ik denk ook wel dat dat goed was. Hoe lang moet jij nog uitzien? Jij ook? Ja. Zie dit zitten? Heel plezant is dat niet. Heeft Dirk u zelf gebeld? Nee. Ah ja, mij wel. Ik heb ook bewust gevraagd om niet rechtstreeks... Liever niet. Nee, ik wil dat liever gescheiden. Ik dacht in het begin van muziek, daar ben ik goed in. En dan vroeg iemand, van wie is Despacito, de zomerhit van deze zomer? En ik wist het niet. En zeker dat ding van, je moet u laten zakken nu. Ah ja, dat vind ik ook. Waar gaat dat over? Ik ga dat niet doen, denk ik. Gaat u niet laten zakken? Dat is een mousleid. Stijn, wat zijn de 5 vaakst voorkomende klachten van vrouwen in de overgang? Ze hebben honger, ze willen gaan shoppen. Pijn aan de buik, pijn aan hun hoofd, hun bloeddruk is aan het stijgen. Ze hebben een beetje koorts, ze hebben geen koorts, ze hebben weer kou. Ze zijn ongelukkig, zo wat depressief. Ze zijn te gelukkig, manisch depressief. Ik zet een beetje uit. De venusheuvels wel. Wat komt eruit? Droog. Het is vrij droog. Oké. Dan heb je er 3. Amai. Dat is eigenlijk niet cool. Ik zal nu iets Erikachtig doen. Zit jij al in de overgang, Stijn? Dan moet ik ook nog een gewikste antwoord hebben. Ja, dan moet ik iets grappigs zeggen. Dan moet ik zeggen van nee, maar ik ben straks wel van de ene kant van de straat overgegaan naar de andere kant. Oké, wat weet je over het gedrag van Verduin? Niks. Frankrijk? Oh nee! Bij Frankrijk? Frankrijk. 15e eeuw? 16e eeuw? Iets met de Tweede Wereldoorlog? Eerste Wereldoorlog? Franse Revolutie? Tapijt van Bayeux. Na de dood van Lodewijk de Vrome, herverdeling van heel het Carolingisch gebied. Ik hoop dat we elkaar wel niet tegen. Waarom niet? Omdat ik u niet wil kapotmaken. Noem 20 rozaringen. Het Sheeran, jij, stop. Shania Twain. En Bassi. Bassi. Ja, oké. Succes, hè. Jij ook. We gaan het allereerste ticket weggeven voor de showcase. Er is wel een prijsvraag aan verbonden. De prijsvraag? Die eraan verbonden is, is dus of dat jullie Peter en de Wolf kennen. Hè? Want dit is Oscar en de Wolf, hè? Jullie kennen Peter en de Wolf toch, hè? Peter en de Wolf. Ja.
En de vraag die daaraan verbonden is, is dus voor welke vijf instrumenten naast de strijkers en de dwarsfluit, dus niet de strijkers en de dwarsfluit, maar vijf andere, werd Peter in de Wolf geschreven. Stuur het door naar linde@stubru.be en wie weet ben jij er wel bij op de showcase van Max. Van mij. Van hem. Dag vloggers. Ciao vloggers. Vloggers. Vlog. Dat is zeker dat dat vlog is. Ja, iedereen zegt toch vlog? Waarom zeg je altijd vlog? Omdat ik bij dat vlog is. Oké. Okay. Bye vloggers. Bye vlogs. Thanks. Ciao. Bye. Maar ik zit met een Zoom, hè. Ah, je bent aan het zoomen. Ik ben zo aan het spaaien op je collega's. Sorry voor Max, hè.